Wat verdwijnt er in de restafvalcontainer? Om daar zicht op te krijgen vindt er een sorteeranalyse plaats. Een steekproef om te zien welke bruikbare grondstoffen er nog in het restafval zitten. Met de resultaten kan de gemeente zien hoe het ervoor staat op gebied van gescheiden inzameling. En met welke afvalstromen nog veel winst te behalen valt. De afvalscheiding is heel belangrijk, want in afval zitten nog heel veel bruikbare grondstoffen. Grondstoffen waarvan het zonde is om die weg te gooien. Want we willen naar een samenleving toe waar we grondstoffen zoveel mogelijk gaan hergebruiken. Nou, en dat is ook de reden waarom we deze analyse hebben gedaan. We willen graag weten hoeveel bruikbare grondstoffen er in het afval van Teylingen zit. De uitkomsten van de sorteeranalyse willen we gaan gebruiken om ons nieuw afvalbeleid goed vorm te geven. Bij de steekproef wordt er onderscheid gemaakt tussen laagbouw en hoogbouw. De afvalcontainers en de manier van aanbieden is in beide gevallen anders. Dit wordt meegenomen in het proces en de analyse. Uit de analyse blijkt dat een inwoner van Teylingen gemiddeld 159 kilo restafval per jaar produceert. Als we daar wat meer op inzoomen, zien we dat 62 kilo van ons restafval bestaat uit GFT-afval. Daarnaast zien we nog dat 20 kilo bestaat uit plastic, metalen en drankkartons. En we vinden ook nog 13 kilo papier in ons restafval. Dus bij elkaar opgeteld is dat een aanzienlijke hoeveelheid potentiële grondstoffen. En het is natuurlijk hartstikke zonde om daar niks mee te doen. In Teylingen doen we mee met de landelijke doelstellingen om in 2020 75% afvalscheiding te halen, wat inhoudt maximaal 100 kilo per persoon. In 2025 willen we zelfs 30 kilo per persoon aan restafval hebben. In 2050 willen we in Nederland zelfs afvalloos zijn. Dat betekent dat we heel hard aan de slag moeten met bewust worden wat afval is, dat het eigenlijk allemaal grondstoffen moeten worden. GFT van de gemeente gaat naar vuilafvoerbedrijf Meerlanden. Daar wordt er groene energie en compost van gemaakt. Het oud papier wordt deels opgehaald door lokale verenigingen en gaat naar verwerkingsbedrijf Renewy. Daar wordt het gesorteerd om er uiteindelijk nieuw papier van te maken. Afvalscheiden is voor ons belangrijk vanwege twee problemen. Ten eerste zijn we met al ons afval het milieu aan het verpesten. En dat is niet fijn voor onze kinderen en kleinkinderen. En ten tweede, onze grondstoffen beginnen op te raken. Dat duurt uiteraard nog wel even, maar voordat we zover zijn, hebben we een hele lange aanloop nodig. En moeten we nu met z'n allen bewust worden dat het echt minder moet. We gaan nu bekijken wat er nodig is om afval beter te scheiden. Daarvoor geeft de sorteeranalyse al hele mooie input. En daarmee gaan we kijken welke ontwikkelingen er zijn in de markt en welke er komen. En dan gaan we die vertalen.